Welkom allemaal, we staan hier bij het Concertgebouw waar vandaag het grote marketingcongres plaatsvindt. En IDEA reikt een onderscheiding uit aan de mooiste initiatieven in live. Ons eigen lintje voor live. En het allereerste lintje voor live gaat vandaag naar Wietse de Haan. Wietse startte op zijn 21ste met zijn eerste echte baan bij de Next Web. De Next Web is de community voor start-ups in de tech scene. En hij bracht het event van de Next Web Conference, van 1000 naar 17.500 bezoekers. De Next Web Conference verbindt in dit digitale tijdperk live. En daarom verdient Wietse de Haan dit eerste lintje voor live. Hey Wietse, gefeliciteerd. Je bent nu de trotse drager van een lintje voor live. En ambassadeur voor live. We zijn heel erg benieuwd hoe jij die rol gaat invullen. Nou, ik hoop eigenlijk dat ik, gezien ik zelf nog 29 ben, dat ik ook een beetje een voorbeeld kan zijn voor iedereen die onder 30 is en in ons vak zit, in het live vak. Wil meegeven komende jaar ook, is dat mensen onder de 30 echt op zoek moeten gaan naar goede mentoren, goede mensen in het vak waar ze van kunnen leren. En dat hopelijk zij ook allemaal over 8 jaar staan waar ik sta met zo'n prachtig lintje op de borst gespeld. En op die manier van het vak mogen genieten. Als je nou een volgend lintje zou mogen uitreiken aan iemand, wie zou jij dan in gedachten hebben? Wie zou hem verdienen wat jou betreft? Ik heb daar zeker wel een heel goed idee over. Okay. Ik heb afgelopen jaren mogen werken met Maartje Nelissen van de Food Lineup. Ja, bekend. Ik denk dat zij een onwijs goede onderneemster is. Hele mooie visie over hoe je eten kan gebruiken op live evenementen. Dus als het aan mij zou liggen, zou ik zeker haar willen voordragen voor de lintje voor live. Nou, klinkt heel mooi. Ik zeg daar proost er nog een keer op. Dankjewel. Wietse wordt bijgezet in de eregalerij van IDEA als trotse drager van het lintje voor live. Hij verkeert in mooi gezelschap van hen die de kracht van live uitdragen. Wietse, gefeliciteerd. Hulde.